Maar we gaan eerst eens kijken, hè, want voor de tsunami is Japan dus getroffen door een heel zware aardbeving. Die beving had een kracht van 8,9 op de schaal van Richter en kwam als een totale verrassing. Er zijn ondertussen ook al meerdere naschokken geweest. De beving deed zich voor rond 2:30 's middags lokale tijd. Veel beelden van dat moment hebben we nog niet, maar op deze nieuwsredactie hebben ze de camera meteen aangezet. Vergaderingen worden in paniek stopgezet en medewerkers zoeken schutting onder hun bureautafel. En ook op straat is er paniek. Bushokjes zijn stuk gesprongen en aan gebouwen is de schade meteen te merken. En ook in het Japanse parlement, waar op dat moment een zitting aan de gang is, wordt de aardbeving gevoeld. Oh, this is the diet session recorded. Minister is trying to figure out to feel the shocks. This is what happened about 45-50 minutes ago.